In 2009 schreef jij een van de succesvolste debuutromans van de afgelopen jaren. Dorsvloer vol confetti. Ja, het gaat over een 12-jarig meisje dat in de jaren 80 en 90 opgroeit in een streng gelovig boergezin in Zeeland. Het is je eerste roman en het is meteen een doorslaand succes. Hoe verklaar je dat? Ja, nee, dat is natuurlijk geweldig dat zo is gelukt, mijn eerste boek. Hoe ik het verklaar, ja... Nou, ik denk wel dat ik een thema heb geraakt wat wel leeft. Weet je, dat mensen wel echt met hun eigen verleden misschien ook bezig zijn. Misschien meer, of ze het toch interessanter vinden dan ze misschien zelf van tevoren ook hadden gedacht. Omdat, ja, ik denk, iedereen heeft nog wel een tante of een oud oom of een oma die ook nog heel erg gelovig was. En mensen komen daar toch eigenlijk allemaal vandaan. Het protestantisme is in Nederland groot. Dus ik denk dat het wel meespeelt. En verder... Het is in ieder geval herkenbaar voor veel mensen, dat is duidelijk. Ja, hoe ontstond het idee eigenlijk om dit boek te schrijven? Nou, eigenlijk was ik iets anders aan het schrijven. En dat werd het niet. Dat lukte niet zo goed. Ik had ook nog nooit echt fictie geschreven. Dus ik moest het ook een beetje leren. En eigenlijk in mijn radeloosheid schreef ik een kort verhaal. En dat verhaal dat was is nu een hoofdstuk van dat boek geworden. Het verhaal waarin Katelijne, de hoofdpersoon, met het hele gezin gaan ze een eindje rijden op Tweede Pinksterdag. Dan gaan ze een beetje de velden inspecteren om te kijken hoe het er allemaal bij staat, hoe hoog de maïs al is en zo. En dan gaan ze ook nog naar de dijk in Zeeland en dan ontmoet ze een man uit de stad. En... ja, dat is een soort eerste ontmoeting van haar met een andere wereld dan die waarin ze gewend is. En dat was eigenlijk... Is het herkenbaar uit je eigen jeugd? Ja, zeker. Dat is een achtergrond die ik goed ken. Alleen de personages zijn eigenlijk wel, die heb ik wel echt gemaakt. Het zijn wel echt mensen die je daar zo kunt zien, zeg maar. Je kunt heel erg goed voorstellen dat ze daar... rondlopen zo. En ja, zo'n boerengezin met allemaal alleen maar jongens. Ik ken het een beetje. Ik heb ook alleen maar broers. En niet zoveel. Een paar. En als meisje ben je toch een beetje op de boerderij. Heb je dan toch een beetje een andere rol dan zij. Weet je wel? De jongens zijn wel degene die het werk moeten doen. En het meisje, ja, die kan het huishouden. Een tamelijk stereotype rolverdeling. Ja. De titel Dorsvloer vol confetti heeft eigenlijk een diepliggende betekenis, hè? Kun je daar wat over vertellen? Ja, nee, leuk dat je het vraagt. Klopt, het dorsvloer is... ik vond het een heel mooi term, omdat het zo'n beetje ouderwetse landbouwterm is. Ik bedoel, een dorsvloer wordt nu nooit meer gebouwd, want dorsen gaat gewoon in zo'n machine. Maar vroeger was dat de plek waar tarwe werd gedorsen in de winter. En... ik vond het leuk met confetti, omdat dan het ene dat hele conservatieve landbouwmilieu zeg maar erin zit. En aan de andere kant de vrolijkheid en de lichtheid van de confetti. En natuurlijk, de dorsvloer is ook een metafoor voor het laatste oordeel wat volgens de Bijbel plaats zal vinden uiteindelijk als de wereld vergaat. En daar wordt altijd in de Bijbel een metafoor voor gebruikt, namelijk... op de dorsvloer zal het kaf van het koren worden gescheiden. Dus de tarwekorrels en het kaf, die gaan uit elkaar. Dus de hemel en de hel, bij wijze van spreken. En ja, het feest in het boek aan het eind speelt zich af op de dorsvloer. Waarbij Katelijne voor een feestelijk tintje heeft gezorgd door met een perforator confetti te knippen uit allerlei kerkbladen. En die kerkbladen, dat zijn natuurlijk... Die zijn heel star, die staan voor het conservatieve. Het zijn zwart-wit, weet je wel. Alleen maar witte bladzijden met zwarte lettertjes, geen plaatjes. Maar doordat ze al die lettertjes uitknipt, kunnen die letters allerlei andere combinaties maken. Allerlei andere woorden en zinnen. Het zal waarschijnlijk niet voorkomen dat ze precies in de volgorde liggen van hoe ze ooit in dat blad hebben gezeten. Dus het worden weer nieuwe... Ja, er wordt nieuwe taal eigenlijk. En het is ook zo dat als er een windje doorheen gaat, dan worden al die komen ze weer op een hele andere manier terecht. Een andere volgorde. Dus het zijn dan weer nieuwe woorden. Dus dat is wel een beetje... Ik wilde aangeven dat er wat Katelijne betreft wel meer is dan alleen maar het traditionele waarmee ze opgroeit. Ja.
Wat is uw naam? Janneke. Met confetti wil hij ook aangeven dat het niet eenvoudig is om zekerheden kwijt te raken. Ja, kijk, voor heel veel mensen is het ook fijn om een kader te hebben waarbinnen dingen duidelijk zijn, goed of kwaad, of zo wil ik leven. Door die grenzen op te zoeken, verlies je dus ook een paar zekerheden. Je moet het dan meer zelf uitvinden. Je zoekt je bronnen ergens anders. En dat is, niet iedereen vindt dat even prettig, maar ja, Katelijne vindt het tot nu toe nog alleen maar interessant. Ja. Nou is er toch een omslag gekomen in jouw leven en je hebt je afgekeerd van het geloof. Wat heeft dat voor invloed op jouw familie gehad eigenlijk? Ja, dat is al wel een tijdje geleden gebeurd. Dat was in 2001 en we zitten nu in 2012. Dus mijn familie is daar al tamelijk oké mee. Ik bedoel, het was natuurlijk, ze vonden dat heel erg, want als een kind niet gelooft, waar je zelf heel erg in gelooft en je weet ook dat... En je hebt het geloof dat je kind een verkeerde keuze maakt die vreselijke gevolgen heeft. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor ouders. En mijn ouders vonden dat ook heel moeilijk en mijn andere familie ook. Maar het is wel zo, op een gegeven moment kun je zo'n onderwerp wel een beetje laten liggen. Dan hoeft het er niet meer elke keer over te gaan. Weet je? Dat is wel fijn ook, dat het leven doorgaat, dat je van elkaar weet. Nou ja, we denken over die dingen anders. Dus het hele heftige emotioneel, dat is wel een beetje af. Ja, wat natuurlijk wel, door het boek wordt het wel weer een beetje opgerakeld. Maar ja, nee, mensen vinden ook het succes van het boek heel leuk. Dus dat is ook al een teken dat het wel oké zit. Wat voor invloed heeft het geloof uiteindelijk op jouw leven gehad? Ja, dat was heel groot. Kijk, je hele leven draait om de vraag, kom ik uiteindelijk, als ik dood ben, in de hemel of in de hel? Dat is eigenlijk toch wel waar het om draait. En de grootste kans was de hel, want de hemel, dat was maar voor een paar mensen. Dus dat je daarbij hoort, ja, dat zou dan wel heel, dat zou heel bijzonder zijn. Maar natuurlijk wil je dat. Je hebt altijd het gevoel, elk kind heeft het gevoel dat hij bijzonder is, toch? Dus je denkt dan, nou, misschien ik wel. Maar dan heb je weer iets verkeerds gedaan. Heb je weer gelogen of iets gestolen of weet ik veel wat. Ergens iemand geschopt. Lijkt het alsof ik heel gewelddadig was, maar valt ook alweer mee. Maar dan denk je van, ja nee, het zit er niet in voor mij. En dat is best wel heftig, want dat betekent eigenlijk dat je dan rekening gaat houden met... zodra ik dood ben, dan ga ik het eeuwige vuur in. En dat is gewoon niet echt een leuk vooruitzicht. Dus dat is iets waar je wakker van ligt. Maar hoe kijk je daar dan nu tegenaan? Ja, nu denk ik dat vuur, ja, dat is... Moeten we nog maar afwachten of dat er is. Dat is niet gezegd dat je daarin terechtkomt. Ik zie nu heel erg in hoe... Kijk, dat heb je nooit door, zeker niet als kind, als je in zo'n wereld zit. Weet je, dan heb je niet door dat het een constructie is die ook maar door mensen is bedacht. Hè? Dat snap je. Je denkt gewoon, het is de waarheid, zo zit het. En mensen die het niet geloven, die hebben het mis. En nu denk ik andersom, van ja, mensen verzinnen van alles om te dealen met grote levensvragen. Ja, en de hel en de hemel past heel erg goed in een bepaalde visie waarbij het handig is dat je mensen hun beloning toekent na dit leven, omdat ze dan in dit leven gewoon met minder af kunnen. Kijk, niet iedereen dat... Ja, je snapt wel wat ik bedoel. Het is niet evident dat er iets is na de dood, dat weten we gewoon helemaal niet. Dus ja... Ik ben niet meer zo bang voor dat vuur.